zag die 60 jaar wordt, kende ik helemaal niet. Maar toen papa net zei dat het Sinterklaas is, wist ik al een beetje wie die was. En ik vind hem heel erg aardig. Doei, Yveske! Hoi Peter. Hier zit ik dus in mijn nieuwe huis, al een tijdje op je te wachten. En de grote vraag is, wanneer kom je eens langs? Maar goed, je wordt 60 en dat is natuurlijk een fantastisch mooie leeftijd. Lieve Peter, 60 jaar. Nou, en dat is je aan te zien ook. Grapje. Jezus, wat een oud lijk. We hebben vergelijkbare bloemetjes. Die zien er nog net zo goed uit als jij. Als jouw tulpen? Ja, op jouw leeftijd. En inderdaad, deze ziet er beter uit. En ja, dan ziet er jij. Beter maar die uit. Ziet er ook een beetje uit als een verlepte anus. Deze ook een beetje, kijk. Ja. People try to put us talking about my generation. Zo, nou, ja, wij denken ook veiligheid voor alles. Ook op dit heugelijke verjaardagsfeestje. Jazeker. Van jouw 60ste verjaardag. Ik hoop dat je ons een beetje kan verstaan. Oud hè? Is die oud hè? Ja, dat is een oude sok, maar het is nog steeds mijn jongste broertje. People try to put us talking about my generation. Hoe omschrijf je Peter in een paar zinnen? Nou, Peter is heel aardig en lief, grappig, ondeugend, bijzonder, verantwoordelijk, meelevend. Ja, zo'n collega wens je echt iedereen toe, lucky me. Wij omschrijven Peter als... Zorgzaam. Lief. Warm. Een kletskous. En natuurlijk de beste Sinterklaas ever. Peter is een lieverd. Een schat. Je kan met hem lachen. Hij kan serieus zijn. Hij kan een beetje gek zijn. Maar bovenal is hij altijd lief. Als collega werken we ook al een aantal jaren samen. Je bent een lieve, zorgzame collega. En ik hoop dat we nog lang samen mogen werken. Als ik aan jou denk, dan denk ik een hele warme, betrokken man... In je werk ben je heel zorgvuldig en maken we af en toe nog wel eens grapjes over je enorm dikke dossiers. Maar ja, je bijt je gewoon enorm vast in een dossier en je zoekt het tot in de puntjes uit. En daar heb ik echt heel veel respect voor. Lieve Peter, proost op je verjaardag, je 60ste. Ik vind jou de meest lieve, zachtmoedige, creatieve, zorgzame... En trouwe man die ik ken. Buiten Leo natuurlijk. Hoi Peter, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent een hele fijne collega om mee te werken. Je bent sociaal, zorgzaam en je hebt heel veel humor. Ja, hoe ga ik Peter omschrijven? Rots in de branding. Altijd klaarstaan voor een ander en voor het koor. En gewoon iemand waar je op je kan bouwen. Je hoeft niet te twijfelen. Peter doet zijn ding in alle rust en zal er altijd voor je zijn. Zo komt Peter op mij over. Hallo Peter, van harte gefeliciteerd. Naast dat jij een wereldfan bent, humaan, sociaal, zachtaardig, ben je ook wel een kleine drama queen. Hi Peter, ik heb speciaal voor jou deze feestelijke kleding aangetrokken die jij gemaakt hebt. Omdat je zo'n creatieve man bent en zo'n positieve lieverd die altijd het positieve in de mens ziet. Joehoe! En daarnaast vind ik het ook heel bijzonder dat jij mijn oppas bent geweest en nu Bas in het koor. Joehoe! En tot slot... Heb je zoveel humor en je houdt van een feestje en wij houden van jou. Joehoe! Lieve jarige Peter,
Je bent nu Jacob, want dat betekent dat je 60 jaar bent. Je bent een sympathiek, muzikaal mens met unieke invallen om leuke feestjes te bouwen. Nou, kap er nou even. Peter is mijn jongste broertje, mijn liefste jongste broertje. Hij staat altijd voor iedereen klaar. En ja, wat moet je zeggen van zo'n jongen? Ja, hè? Je is altijd maar dus, een beetje gewoon stilwegeerbaar. Ja, ja. What we all say about my generation. I gotta cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Mijn leukste herinneringen aan jou zijn toch wel de vele jaren Sinterklaasvieringen die wij samen op het stadhuis hebben mogen vieren. Regelmatig zie ik nog steeds de foto's op Facebook voorbij komen. Wat een mooie, leuke herinneringen zijn dat. Wat is eigenlijk het meest bijzondere moment dat je hebt meegemaakt met Peter? Nou, dat Peter ons getrouwd heeft op een snikhete zomerdag in Amerongen. Waarbij mevrouw de bode had bedacht om een wintertoog uit de kast te trekken voor Peter. Zodat hij er een beetje warmpjes bij zat. Het meest bijzondere momenten met Peter was naar de Gay Pride. De paar keer dat we er geweest zijn. Heel veel lol gehad, superveel gelachen en gedanst en gedronken en gelachen. Nou, dat is eigenlijk... Toch ook wel dat we bij elkaars vadersbegrafenis zijn geweest. En ook vooral het eten op maandag een keer bij je moeder. Vond ik ook hartstikke leuk. Je lieve moeder. Een sterke herinnering aan Peter, ik bedoel Sinterklaas, is dat ik Sinterklaas een keer op mijn werk tegen het lijf liep. En als bijna 50-jarige... toch weer een hele kleine jongen werd. Wat mij het meest is bijgebleven, dat is van kort geleden. Ik vroeg je of je op korte termijn het huwelijk wilde voltrekken tussen mijn broer en zijn ongeneeslijk zieke vriendin. En natuurlijk zei je ja. Je hebt Erik en Christine een trouwdag gegeven die ze niet meer hadden verwacht. En ondanks het grote verdriet was het een dag met een gouden rand. Ik kan me een moment herinneren dat ze op een podium stonden in het speelklok tot Piedement. Met ook nog malle tandjes in ons mond. Een van de vele leuke herinneringen die ik aan je heb. Maar een herinnering die me sowieso altijd bijblijft is dat je... Kort na de geboorte van Famke stond je op de stoep in je Sinterklaas outfit met twee pieten en kwam je op kraambezoek. Het was echt heel erg leuk en heel gezellig. Van de 40 jaar dat jij werkt, werken we er al ruim 20 jaar samen met heel veel humor. Iedereen kan en mag een beroep op je doen, op je kennis en ervaring. Op 5 december hebben we een heel persoonlijk contact en dat is ons allen hier heel erg dierbaar. Ja, memorabel moment met Peter. Ja, ik ken Peter natuurlijk puur van Theater Kohouten. Dus daar refereer ik dan ook even over naartoe. De optreden in de Bergse Bossen hebben we een hartstikke leuk optreden neergezet. En het was voor mij eigenlijk het eerste grote ding samen met Theater Kohouten. En dan staat Peter daar gewoon onverschrokken, relaxed, doet zijn ding. En zonder dat hij het misschien weet, is hij een enorme steun voor iedereen die om hem heen staat te zingen. Heel fijn. Wink? Ja? We kennen elkaar nu al 11,5 jaar. Ja. Waarvan 3 jaar getrouwd. Ja. Wat is het moment van Peter dat jou het meest bijblijft?
Nou, dat hij erbij was in een niet onbelangrijke rol als ambtenaar van de burgerlijke stand. Tijdens ons jawoord, toen ik ja tegen jou zei. En jij, Jenny? Voor mij geldt dat ook. Ja. Ja. Peter, ook van harte gefeliciteerd. We kennen jou al zo'n 40 jaar. Door het koor waarin we samen bas zongen. En je woonde tegenover ons in Utrecht. Een fijne verjaardag. Doei! Wat hebben we genoten van onze reis samen naar Gambia. Van het prachtige land en zijn vriendelijke mensen. We hebben lange gesprekken gevoerd over het leven en de liefde. We hebben gezongen door de gangen van het hotel. We hebben zoveel gelachen. We hebben gegierd om de prachtig opgemaakte bedden. Een van mijn mooiste herinneringen was toen jij een duet zong met Nicole, foto van vroeger. Dat vond ik, heb ik echt heel erg van genoten. Vond ik echt dat je dat heel erg mooi deed. Mijn beste herinnering aan jou is, ik heb er zoveel met je. Leuke, lieve, minder leuke, verdrietige. Maar als eerste komt er bij me op dat we iemand gevolgd hebben op hoge terreinen. En dat we toen zo vreselijk veel lol hebben gehad. Hoi Peter, wat ontzettend leuk dat ik jou nu op deze manier mag toespreken. We kennen elkaar misschien al 20 jaar via Theaterkoor Houten. Heel veel mooie producties gemaakt. En met name het laatste waarin we een huishoudelijk duo vormden was echt ontzettend leuk. Nou, ik heb ooit eens een keertje Peter te logeren gehad. Wat? En dan was het ontbijt 's morgens en dan bleef de tafel gedekt staan. Totdat we s'avonds weer naar bed gingen en de hele dag schoven we aan. Oh nee! Oh, ik krijg er een beetje benauwd van. Ik ook. Mijn bijzondere moment met jou is toch de Sinterklaasviering in het stadhuis met de kinderen. Op het moment dat de kinderen bezig waren met de poppenvrouw, ik weet even niet hoe ze heet, gingen wij naar de kleine zaal van het stadhuis en hebben we zo erg gelachen. Ja, dat is mijn meest bijzondere herinnering. Ja, het meest bijzondere wat me toch nog altijd bijstaat is het overlijden van Lidi. Ja, dat was een gek moment. En ik ben heel erg trots hoe jullie daar als gezin samen ook weer uit bent gekomen. En het leven hebben opgepakt en toch altijd Lidi blijven herdenken daarin. Lieve Peter, jij bent een heel bijzonder mens met altijd schitterende woorden. In dichtvorm, verhalen of een lied weet jij jong tot oud te bekoren. Al 60 jaar heb jij de mooiste stem en willen we nog vele jaren horen. Samen zingen en spelen op de bühne, dat is waar ik van jou geniet. Jouw mooie stem, maar ook jouw warmte, jij bent een wandelend levenslied. De Tuttenclub met mevrouw Van den Broek, door dat tasje vergeet ik jou zeker niet. Dus lieve Peter, blijf wie je bent, zo'n enorm prachtig mens. Blijf liefde zoeken, maar ook koesteren, soms buiten, maar zeker binnen deze grens. Ik hoop nog vaak naast en met je te zingen. Alles en goeds, dat is wat ik jou wens. Liv, ga jij nog even dat leuke versje doen van, weet je wel? Hallo, mijn naam is Ko. Ik heb een aardappelneus en een fietsenrek. En ik werk in de knopjesfabriek. En op een dag zei de baas tegen mij, heb jij druk? En ik zei nee. Druk dan met je linkerhand op de knop. En ga zo door. Hallo, mijn naam is Ko. Ik heb een aardappelneus en een fietsenrek. En ik werk in de knopjesfabriek. Op een dag zei de baas tegen mij, heb jij druk? En ik zei ja. En ik zei ja.
Oké. Okay. Nou, dat was het. En wat gaat opa doen op zijn verjaardag? Eten. Eten? Ja. Wat gaat opa eten? Wat vindt opa heel lekker? Slagroom. Slagroom? En aardbeien. Ja. Morgen. Opa is jarig. Opa is 60 jaar. En wat zeggen wij dan tegen opa? Morgen, wat zeggen wij dan tegen opa? Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! En wat ga jij altijd met opa eten? Slagroom ook. En ei. Jij zo blij. Hij is hier, Morgen. Morgen, kom opa eens even een kusje geven. Opa wordt 60 jaar. Morgen, kom. Stappen. Opa een kusje geven. Van harte gefeliciteerd, opa. 1, 2, En we zijn zo blij. Want opa die is jarig en dat vieren wij. Gefeliciteerd. Love you. I love you. Doei. En een koekoek. En een koekoek. Doeg. Ik wens jou een hele mooie en gezellige dag toe. Met allemaal lieve mensen om je heen. Maak er een gezellige dag van. Dikke kus van mij en een dikke knuffel. Hey Rianne, heb je nog een persoonlijke verjaardagsboodschap voor Peter? Jazeker. Ik hoop dat hij dit jaar heel veel gaat lachen. En daar is dit filmpje vast een goed begin van. Wij hebben er in ieder geval gelachen bij het maken ervan. Peter, ik wens je heel veel liefde en geluk toe voor de komende jaren. Blijf wie je bent, want je bent een fantastisch mens. En ik hoop dat je nog heel lang op theaterkoor bent. Wat wens ik je voor de toekomst? Standvastige relatie, veel gezondheid, een kansrijke relatie. Ik wens je gewoon het allerbeste in liefde en gezondheid. Dag Peter, tot gauw. En de groeten van Manja. Peter, van harte. Ik hoop dat je nog lang mijn collega bent en dat het je goed gaat. Peter, ik wens jou in ieder geval de komende 7 jaar mooie jaren toe bij de gemeente Utrecht. In goede gezondheid en met net zoveel werkplezier als dat je nu altijd uitstraalt. En na die 7 jaar gaan we door met pret maken. Fijne verjaardag. Koekoek. Hoi Peter. Ik wens je voor de rest van je leven in goede gezondheid. Ik hoop dat je toch niet al te snel met pensioen gaat en dat je ons nog een tijdje blijft verblijden met je fantastische aanwezigheid. En heel veel liefde, dat wensen we. Ja. Lieve Peter, hang de slingers op, vier een klein feestje met je moeder en je hele mooie gezin. Ik wens je heel veel geluk en gezondheid. Kus van ons. Lieve Peet, ik wens je nog 60 jaren toe, vol liefde, geluk en gezondheid, samen met mij. Want ik hou van je, onvoorwaardelijk. Ik wens je voor nu een hele fijne, gezellige verjaardag met leuke cadeaus, leuk bezoek. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel mensen er nu mogen komen, maar goed. Het zal allicht helemaal goed komen en voor de volgende aankomende jaren heel veel geluk, gezondheid, vrolijkheid en ook voor al de mensen die je lief zijn. En nou ja, goed. Ik zie je snel weer. Doei! Wat ik Peter toewens voor zijn verjaardag is een hoop liefde en warmte om hem heen. Maar ik weet zeker dat dat helemaal goed gaat komen. Ik hoop dat we nog samen hele mooie voorstellingen mogen neerzetten namens Theater Cor Houten. Erg veel plezier in en zeker met iemand in mijn buurt die zo mooi bas kan zingen, is dat een feestje. En ik heb trouwens nog iemand hier die ontzettend graag je
geluk wil wensen voor deze 60ste verjaardag. En hij zit te kwispelen en te trappelen en hij is niet te houden. Dus meneer De Bruin. Woef, 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 woef. Woef, woef, woef. Groetjes en tot gauw. Lieve Peter, 60 jaar jong. Wij wensen jou heel veel geluk, gezondheid. En liefde. Met de liefde van je leven. Ja, dat is een goeie. Ja. En over 20 jaar. Zien we wel weer verder, zien jongen. Zien we zelf alweer. Hartelijk gefeliciteerd. Dag. Dag, jongen. Dag. Mijn verjaardagswens voor jou is natuurlijk geluk, gezondheid. En dat je het fijn kan vieren met alle mensen om je heen die je dierbaar zijn. Ik wens je een hele mooie dag. Geniet ervan. Doeg. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hoi Peter, van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. We hopen dat je er een hele fijne dag van toch nog kan maken. Fijne dag gewenst. Oké, doei. De groetjes. Doei. We wensen Peter een hele fijne verjaardag. Ja. Een heel lang en gezond en gelukkig, liefdevol leven. Ja, dat ooit nog eens de grote liefde op zijn pad zal komen. Oh, oh, oh. En, nou ja. Nou, dat dus. Ja, nou ga je, jongen. Jongen, een hele fijne, gezellige dag. Dit is totaal ruk, dit filmpje. Maar ja, wat maakt het uit? Het is goed bedoeld. Peter, op je gezondheid, jongen. Gezondheid. Toon! Godverdorie, alles ernaast gooien. Ach, doe Peter ook wel eens. Ja, dat is zo. Nou, dag Peet. Dikke kus voor ons. PS. PS. We hadden natuurlijk nog een cadeautje voor je. Ik me vreselijk af zit te vragen waar ik je een plezier mee kon doen voor je 60ste. Maar ik heb het gevonden. Ik denk dat je er heel blij mee bent. Ik denk het ook. Dit. Een lekker mandarijntje. Maar wel één... Die zijn eigen leven is gaan leiden. Ja, ik denk dat jij dat wel kan waarderen. Ja. Lieve jarige Peter, hier vanuit mijn geliefde Schekkie in IJsselstein wil ik jou van harte feliciteren met jouw 60ste verjaardag. Een dag om nooit te vergeten. Op 21 mei, eerste Pinksterdag, werd onze tweeling geboren. Jij, Peter, en Robbie, jouw broer, die wij na een dag weer af moesten staan. We zullen nooit weten waarom, maar gelukkig mochten we jou houden. Inmiddels ben je uitgegroeid tot een lief, hartelijk persoon die we allemaal heel graag mogen. Alles kwam bij je langs, voor en tegenspoed, maar jij hebt je staande weten te houden. Dat heb ik met bewondering gevolgd. Maar we gaan nu zegeningen tellen. Bedankt voor alles wat je voor pa en mij deed. Bedankt voor jouw mooi werk in de hospice. Bedankt dat jouw deur voor iedereen openstaat en vooral voor je kinderen. Peet, bedankt voor de gezellige maandagavonden en
allemaal tijden die zo heerlijk waren. Vooral de stampotjes. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar één ding moet je van me weten, Peter. Ik houd heel veel van jou. Een hele mooie, onvergetelijke dag toegewenst. En een dikke kus van mij, je moeder. Maar dat geeft niet. Maar dat betekent leven. Juist. Zoals... Pa! Oh. Oh. Oké. Okay. Ik bewaar hem voor je. Tot snel. Jan, heb je nog een persoonlijke welkomstboodschap voor Peter? Morgen. Morgen. Opa 60. Wat zeg je tegen opa? Gefeliciteerd opa. Die opa. Bijzonder moment dat je bijgebleven met Peter. Ik heb een nootje in mijn mond. Schrijven Peter als... Zorgzaam. Lief. Warm. Een kletskous. Dat doe je even. Ik wil nadenken. Lang zal leven. Hyperde piep. Hoera. Wat was het meest bijzonder moment? Ja, dat nog. Hyper de